morgen kom en zie. De beste plek om te zijn op een zondagochtend in Rotterdam, of niet? Yes. Wie is blij dat hij naar de kerk is gekomen vanochtend? Me too. Kijk snel een moment naar je buurman en zeg, wat zie je er geweldig uit vandaag. Kijk een moment naar je andere buurman, je tweede keuze om welke reden dan ook, en zeg, jij ziet er ook goed uit. Ook als het niet zo is, zeg het dan als een profetie en draai nog naar één persoon en zeg, mag ik je nummer? Nee, doe dat niet, dat kan awkward worden. Hoeveel singles hebben we hier vanochtend? Kijk snel om je heen, doe niet alsof je het niet wilt. Ik was hier als single jaren geleden, samen met mijn vader toen hij hier sprak. En ik zag een meisje, ik keek naar haar en ik zei, ik wil jou. Vandaag zijn we precies 7 jaar samen. In augustus ben ik vader geworden van mijn eerste zoon. Dus je weet nooit naast wie je zit in de kerk. Je weet het, hè? Vind je partner in het huis van de Heer. Ik ben getrouwd met Sherelle, mijn prachtige vrouw Malay Hollow. Misschien ken je de naam wel, een bekende naam hier. En het is geweldig om hier te zijn. We zijn jongerenleiders van Nehemia Youth in Zwijndrecht. En ik hou van deze wilde ochtenden. Het is altijd een celebration, of niet, in het huis van de Heer. Als je hier vandaag voor het eerst bent, welkom. We zijn blij dat je er bent. Dit is een kerk waar je mag komen zoals je bent. Dus als je je afvraagt of je hier wel thuis hoort, of je hier wel past, ja, dat doe je. De enige mensen die hier niet passen zijn perfecte mensen. Kwam wel eens iemand naar me toe en zei, oh, ik ga niet naar de kerk, er zijn alleen maar hypocrietelingen daar. Ik zeg, er is altijd ruimte voor één extra. Ik weet niet hoe jij hier bent gekomen of wat jij verwacht van een ochtend als dit, maar ik wil je eraan herinneren vandaag dat kerken mensen niet kunnen veranderen. Diensten kunnen mensen niet veranderen. Predikers kunnen mensen niet veranderen. Kerk verandert niemand, maar Jezus verandert iedereen. En hij is de reden dat we hier zijn vandaag. Zullen we met elkaar een kort moment onze ogen sluiten? Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat we hier bij elkaar mogen komen, in uw huis vandaag, Heer, in vrijheid. En Heer Jezus, dank u wel dat we het niet hoeven te verwachten van een prediker, maar dat we vandaag mogen verwachten dat een gewone prediker een woord brengt uit de hemel, bovennatuurlijk. Heer Jezus, we zijn niet gekomen voor onze religieuze plicht, maar we zijn gekomen voor een ontmoeting met een levende God. En ik dank u wel dat u hier bent vanochtend. Open onze harten, open onze oren en doe wat alleen u kan doen. Heer, ik bid dat niemand vanochtend deze ruimte kan verlaten op de manier dat hij hier is binnengekomen. Spreek uw woord in Jezus' naam. En iedereen zegt? Amen. En iedereen zegt? Amen. Misschien ben je meegesleept door iemand vanochtend en vraag je af hoe lang dit gaat duren. Ik spreek ergens tussen de 35 en de 135 minuten, dus ik hoop dat je blij bent met de persoon die naast je zit vanochtend. Zo niet, dan heb je 20 seconden om te wisselen. Iedereen is blij? Gelukkig. Ik ga spreken over Jezus als dat oké is in deze kerk. Weet je, als ik spreek in Nehemia, dan komt er meer geluid vanuit de zaal dan vanaf het podium. Het is een soort van een zwarte kerk met aardig wat witte mensen. Ik bedoel, ze roepen wanneer de prediker goed predikt en ze roepen nog luider wanneer de prediker gemiddeld is. Wij noemen dat de kracht van positieve feedback. Weet je dat je hier kan zitten vanochtend in de zaal en het beste kan halen uit een worship team door ze aan te moedigen? Weet je dat je het beste kan halen uit een prediker door hem omver te roepen? Jij hebt invloed vandaag terwijl je hier zit en luistert. Jij kan de atmosfeer veranderen, dus ik ga jullie een beetje op weg helpen. Als ik iets zeg vandaag waarvan je denkt, ah, dat is goed, dan mag je dat laten weten. Kunnen we dat doen? Je mag klappen, opstaan, met je pet zwaaien, maakt me niet uit. Maar ik wil weten dat je met me bent. Je kan ook dingen naar me roepen, dingen als amen. Amen is een Bijbels woord, dat betekent het is zo. Dus je bevestigt wat een prediker zegt. Maar je kan ook dingen zeggen als, kom op, dit is goed, I like that, preach it white boy. Schrijf dit op, schat, dit is voor jou. Maakt niet uit. Oké, we gaan oefenen. Ik tel tot 3 en dan probeer je een van die varianten, ja? 1, 2, 3. Cornelis, we hebben racisten hier op de eerste rij. Wie is er klaar voor de titel van mijn woord vanochtend? Ik ga supersnel prediken, want ik heb beperkte tijd gekregen. Maar ik geloof dat ik een woord van God voor jullie heb vanochtend.
Schrijf dit op, maak aantekeningen en doe anders alsof. De titel van mijn preek vandaag is The Perfect Storm. The Perfect Storm. Kijk naar je buurman en zeg The Perfect Storm. Ik zou je vandaag willen vertellen dat op het moment dat je Jezus ontmoet, dat alles geweldig gaat. Weet je, ik groeide op met drie zussen. Dus ik kan er niks aan doen. Ik hou van shoppen en ik hou van fashion. Ik bedoel, mijn vader was aan het werk en ik was in de minderheid, dus ik moest gewoon mee, weet je wel. En als we dan thuis waren, dan keken we Disneyfilms. Iemand die van Disneyfilms houdt. Ik ook, maar ik keek Belle en het Beest. Maar heel soms keken we mijn lievelingsfilm, The Lion King. Weet je nog? Hakuna Matata, ja je hebt het of niet. Hakuna Matata. Kom op. Zorg maar dat je geniet. Het is een theorie, filosofie. Hakuna Matata, geef een applausje voor jezelf. En in deze Disney-films heb je altijd die Disney-magie. Weet je wel, van het een op het andere moment is het allemaal anders. Is het allemaal geweldig dat je denkt, ik zou wel wat Disney-magie in mijn christelijke leven willen hebben. Weet je wel, ik wil er niet voor vechten en er doorheen gaan, ik wil het gewoon hebben. Weet je wel... Maar dat is niet hoe het werkt in dit leven. In dit leven is het niet allemaal zo... rooskleurig, je ontmoet Jezus niet en in één moment is je hele leven anders. Weet je wel, dat je komt in de kerk, je geeft je leven aan Jezus en bam, daar is je prins op het witte paard. Zou dat niet geweldig zijn? Of dat je komt thuis vanmiddag, weet je wel, je bent een commissie geweest en je komt thuis en de afwas is gedaan en de strijk is gedaan. Of je gaat naar de pinautomaat en je weet dat je eigenlijk in de min stond, maar nu begin je te pinnen en het geeft een saldo aan met 6 nullen en die briefjes blijven uit de pinautomaat komen. Is dat niet geweldig? Ik zou je willen vertellen dat dat het leven is wat je hebt op het moment dat je Jezus ontmoet. Maar dit is geen Disneyfilm. Het zou kunnen in een sprookje, maar dit is het echte leven. En in dit leven... zullen gebeurtenissen zijn en omstandigheden en situaties en donkere dagen die niet uit te leggen zijn. Weet je wat het betekende om Jezus te volgen in de eerste kerk? Op het moment dat je Jezus ging volgen in de eerste kerk was je direct in levensgevaar en kon je elk moment de martelaarsdood sterven. Weet je wel, tegenwoordig hebben mensen een ichtersvisje op de achterkant van hun auto als teken dat ze niet harder rijden dan 50. Maar in de eerste kerk hadden christenen dit teken om aan te geven, hey, ben jij ook christen? Want als ik het hardop zeg, dan vliegt mijn kop eraf. Maar op de een of andere manier in onze samenleving en tijd is het iets geworden, hey, als je christen wordt, als je je leven aan Jezus geeft, dan is dit leven geweldig. En dat klopt, want één dag met Jezus is beter dan 1000 dagen zonder hem. Kan ik amen horen? Maar het is zoals het is. In dit leven zul je in stormen zijn en omstandigheden en gebeurtenissen die niet te begrijpen zijn. Maar hier is het goede nieuws. Weet je dat het mogelijk is dat op het moment dat jij kijkt naar Jezus en komt in de stormen die je nu hebt in je leven of de stormen waar je in terecht kan komen. Weet je dat elke storm kan veranderen in een perfecte storm als jouw focus is op Jezus. Weet je, deze storm hoeft jou niet te doden. Deze storm hoeft je niet uit het veld te slaan of je geloof te ontwrichten. Maar deze storm kan je veranderen in een perfecte storm. De storm die de vijand heeft gestuurd om jou te kraken, is dezelfde storm die jou kan maken tot de persoon die jij echt bent. En God neemt een storm en maakt er een perfecte storm van, zodat zijn licht door jouw leven heen kan schijnen. Wie heeft zijn Bijbel meegenomen naar commissie vanochtend? Kun je een moment vastpakken? Zwaai naar me. Even kijken wie je geestelijk zijn. Geef je buurman een Bijbel high five. Zeg, I love my Bijbel. En zoek super snel op Matteüs. Matteüs hoofdstuk 14. Matteüs hoofdstuk 14. Als je bent, mag je zeggen, ik ben er. Hoe voelen jullie op het balkon vanochtend? Gaat goed op het balkon?
Je weet het, hè? Als Jezus terugkomt, gaan jullie eerst. Matteüs 14. Ik ga lezen vanaf vers 19. En nadat hij, Jezus, de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de 5 broden en de 2 vissen. Hij keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden. Hij gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze 12 manden vol. Er hadden ongeveer 5000 man gegeten. Vrouwen en kinderen niet eens meegeteld. Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Iedereen zegt de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Zie je de scène voor je? Dit is geweldig. 5000 man. Bijbelleraren vertellen ons dat hier minimaal 15.000 mensen waren. Weet je ook, vrouwen en kinderen waren niet eens meegeteld. En je hebt hier deze gigantische menigte. Jezus was naar een plek gegaan alleen om te bidden, om zich af te zonderen. Maar mensen kwamen overal vandaan, uit alle dorpen en steden, omdat ze hadden gehoord dat Jezus daar was. Jezus. Weet je dat in de tijd van Jezus dat hoeren, tollenaars, pimps, criminelen kwamen van heinde en verre om hem te zien. Terwijl anno 2015 dezezelfde mensen niet eens de drempels van onze kerken durven over te stappen. Jezus was vol van liefde. Jezus was vol van genade. Jezus is magnetisch. Als Jezus wordt gebracht zoals hij werkelijk is, dan trekt hij volle zalen. 15.000 mensen. En Jezus staat daar te prediken zonder microfoon. Zie het voor je, zijn eigen lichtshow met bliksemschichten op de achtergrond. En hier heb je al deze mensen, het is één grote vissa, weet je wel. Iedereen blijft eten, mensen worden genezen, demonen worden uitgedreven. Gigantisch, spectaculair, krachtig. Dit klinkt niet als Bijbelkamp, saai, zwak christendom voor mij. Ik bedoel, ik zou willen dat je dit Jezus zou kunnen horen roepen. Op de een of andere manier hebben wij in onze samenleving een soort van vreemd theologisch beeld ontwikkeld van hoe Jezus eruit zou hebben gezien. Een soort van als een langharige hippie met geitenwolle sokken in sandalen. Met een lammetje onder zijn armen, spelend met de kinderen op de groene heuvels. Maar ik zou willen dat je dit zou kunnen horen van Jezus over 15.000 mensen. Met alles wat in hem was, probeerde hij de boodschap over te brengen dat dit niet gaat om een religie met wetten en regels, maar dat dit gaat om een levende relatie met Jezus. Dit is waar het om gaat. Jezus stond nooit bekend om waar hij tegen was, maar altijd om waar hij voor was. En ik denk dat wij om hetzelfde bekend moeten staan. Dit is goed nieuws. Bergtop experience. Geweldig. En Jezus geeft een opdracht na dit moment. Hij zegt, ga naar de overkant. Weet je wat mij dit zegt? Een aanraking van God. Een ontmoeting met Jezus. Weet je wel, kippenvel over je hele lichaam. Misschien val je, draai je nog 3 keer om. Weet je wel, je wordt aangeraakt door Jezus. Je krijgt een profetie. Dat is altijd een startschot en nooit een eindstation. Je hebt de belofte ontvangen over een hoopvolle toekomst met Jezus. En nu is het tijd om richting je bestemming te gaan. Ja, maar Mark, hoe kom ik in mijn bestemming? Ga naar de overkant. Ik hou ervan om bij de uitgang van een achtbaan te staan. Heb je wel eens bij een uitgang van een achtbaan gestaan? Het is zo grappig. Je kan precies zien van wie het de eerste keer is. 10 Red Bull energie. Mensen zeggen gekke dingen als ze uit de achtbaan komen. Oh, ik wil een berg beklimmen. Ik wil de oceaan overzwemmen. I believe I can fly. Dat was een beetje de situatie van de discipelen. Ze hadden deze overwinning. En het volgende moment stapten ze in de boot en gingen ze het meer op. En langzaamaan werd het donker, de adrenaline zakte weg. En hier komen ze terecht in deze megastorm. Ik hoorde iemand wel zeggen dat als je in de wil van God bent, dat er nooit een storm is
in jouw leven en dat het allemaal perfect gaat. Wat een grap. Ik bedoel, hier heb je de discipelen en ze luisteren precies naar Jezus. Jezus zegt, ga naar de overkant, stap in deze boot. Ze doen precies wat Jezus zegt en ze komen in de grootste storm aller tijden. Stormen zijn zo significant in ons leven dat alle vier de evangeliën spreken over een storm op het meer. En in het kleinste evangelie, het evangelie van Marcus, komen er zelfs twee stormen voor. Jezus heeft ons nooit een veilige reis beloofd, maar wel een behouden toekomst. En dat brengt me naar punt 1 van vandaag. Ik heb 3 punten. Ik heb er eigenlijk 37. Wie wilt alle 37? Bonuspunten voor jullie in de hemel. Punt 1. Schrijf dit op. De belofte betekent niet dat je klaar bent voor de bestemming, maar het betekent dat je klaar bent voor de storm. Dit is zo goed, ik wil aantekeningen maken van mijn eigen preek. Na het wonder, na deze belofte, komen ze direct in de storm terecht. Het doet mij herinneren aan Jezus, hij werd gedoopt, de Heilige Geest kwam op hem als een duif. Jij bent mijn geliefde zoon in wie ik een welbehaag heb. Het volgende moment is Jezus in de woestijn en wordt hij verzocht door de duivel. Ik moet denken aan Jozef. Hij had deze gigantische droom, deze belofte. En het volgende moment bevindt hij zich in een put en wordt hij verkocht als slaaf naar Egypte. Ik denk aan David. Hij werd gezalfd op zijn 17e als koning van Israël. Maar in plaats van dat hij naar het paleis ging, ging hij naar de grotten. En 20 hoofdstukken, 20 jaar, 15 wildernisverhalen verder, wordt hij pas gekroond als koning. Dus als God tot jou heeft gesproken over een grote toekomst, over een groot plan over jouw leven, maak je klaar voor de storm. Want het zal niet altijd voelen als dit. Ik weet dat er echte stormen je pad op zullen komen en zullen proberen om je te kidnappen van jouw doel en jouw bestemming, wat God jou heeft gegeven. Je gaat naar huis vandaag en je stapt in diezelfde situatie. Je ouders die in huwelijksproblemen zijn, de sfeer die thuis niet te verdragen is, het sterfgeval in je familie, de issues binnenin je hart dat onrustig is, de eenzaamheid, de pijn, de twijfel, de verslaving waar je maar niet vanaf lijkt te komen en het lijkt als kettingen aan je armen, die verleidingen die elke keer je pad opkomen. En je denkt, deze situatie waar ik in ben, dit is zo ver verwijderd van de belofte die Jezus mij heeft gegeven, dat je denkt, waar is God? God is in de storm. Kom op, help me prediken. God is de God van de bergtop en God is de God van de vallei. Hij is je niet vergeten en hij zal je niet verlaten. Ik ben vandaag gekomen om te vertellen dat Jezus, zijn naam is Emmanuel, God met ons. Hij is met jou, hij is voor jou, hij is met je in je diepste nacht, hij is met je op je donkerste moment. Je zal het maken door de storm. Je zal het maken door de storm. God is in de storm, maar het betekent niet dat hij de oorzaak is van de storm. Stormen kunnen komen door keuzes die jij zelf hebt gemaakt, waardoor je in een storm terechtkomt. Denk aan Jona. Stormen kunnen komen omdat God je aan het testen is. Ik denk aan Abraham. Weet je waarom God dat doet? Om je niveau verder te brengen, zodat je in je bestemming kan komen. En op het moment dat je slaagt voor die test, kan je naar een nieuwe test gaan. Maar op het moment dat je je test niet haalt, weet je wat er dan gebeurt? Dan komt de test weer op een ander moment en op een andere manier, maar het is dezelfde test. En sommige stormen komen van de duivel. Weet je, ik denk aan Job. Job, alles werd van hem afgenomen, maar zie je dat Jezus alles keert ten goede? Eén kleine illustratie. In 2007 ging ik naar Suriname. Geweldig. Als je wil weten hoe het paradijs eruit ziet, ga naar Suriname. Eén amen. En ik was daar, we gingen naar een Indianenstammetje. Ik nam wat cassave. Ze hadden net een luiaard geschoten, deze donkere handen. En ik begon dat te eten. 6 weken later vlogen we naar Aruba. De dag van tevoren, ik was zo ziek. Dus ik ging naar huis. En einde van de dag, ik durfde me niet ziek te melden. Want ik denk, de volgende dag vlieg ik naar Aruba. Volgende ochtend word ik wakker. Ik heb hele donkere urine. Ik ga naar Schiphol. Ik voel me zo ziek.
Opnieuw, mijn urine helemaal oranje. De langste 9 uur van mijn leven in dat vliegtuig naar Aruba. Amen. Ik hoor je denken, is jouw leven altijd zo, weet je wel? 2 keer in de 6 weken vliegen naar het buitenland? Nee. En ik zat daar in dat vliegtuig, ik kwam aan en mijn zusje zegt tegen me, wat zie jij eruit? Je lijkt wel een lijk. Ik zeg, en bedankt. Zegt, je hebt hele gele ogen. Volgende moment lig ik in het ziekenhuis, krijg diagnose, je hebt hepatitis opgelopen. In die incubatietijd van een aantal weken. En daar de hele vakantie heb ik op bed gelegen. Weet je wel, ben je op Aruba in de zomer en dan lig je op bed. Ik mocht alleen maar ijsjes eten en slapen. Weet je wat er gebeurde met me? Ik kreeg haaruitval en mijn huid begon helemaal te vervellen. Weet je wel, voor dat moment had ik stel haar. Maar mijn haar begon uit te vallen en toen kreeg ik deze mooie krullen. En vlak daarna kreeg ik verkering met het mooiste meisje. Ik bedoel, ik had daar nooit kunnen scoren met stelhaar, maar wel met deze krullen. Zie je wel dat Jezus alles keert ten goede voor hem die hem lief hebben. Ja, je mag een applaus geven voor God. Heb je wel eens krampen gehad in bed? Weet je wel, midden in de nacht toen je aan het groeien was? Oh, ik had het altijd. Weet je wat het was met die krampen? Ze werkten niet tegen me, maar ze werkten eigenlijk voor me. Het waren groeipijnen. En dat leidt me naar punt 2. Punt 2. Nog 1 keer. Oké. De storm is niet een struikelblok voor God om je te gebruiken, maar het is een springplank naar je bestemming. Denk er een moment over na. De storm is niet een struikelblok voor God om jou te gebruiken, maar het is een springplank naar jouw bestemming. Jouw probleem wordt jouw promotie. Zonder David, zonder Goliath, hadden we geen David. De Bijbel spreekt over een zaad wat eerst moet sterven om vervolgens op te groeien en vrucht te dragen. Jouw pijn is een paspoort. Weet je dat God de plannen van de duivel kan omkeren en het kan gebruiken voor zijn eigen doel? Je had de eerste kerk en deze eerste kerk kwam bij elkaar in Jeruzalem en ze hadden een geweldige tijd. Elke avond feest, braken ze het brood en vervolgens komt deze vervolging in de kerk en daardoor kwam het evangelie veel verder dan waar het ooit was geweest. Jouw pijn is een paspoort. Jouw pijn wordt een platform. Jouw pijn is een platform. David was een man naar Gods hart. En David was in deze storm, storm na storm na storm. En hij schreef de psalmen. En deze psalmen zijn duizenden jaren later nog steeds een zegen en een balsem voor mensen die verwond zijn en pijn zijn gedaan en in een storm zitten. De mooiste psalmen van David komen uit zijn diepste momenten en uit zijn zwaarste en donkerste dagen. Jouw pijn kan een microfoon worden. Jouw littekens vertellen een verhaal. Dus stop ermee om ze te verbergen. Maar laat ze tot een zegen zijn voor iemand anders. Mijn Bijbel zegt, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Voor hen die hem lief hebben. En Filippenzen 1 vers 6 zegt, hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij, die in u dit goede werk is begonnen, het ook zal voleindigen tot aan het einde van deze tijd. God is in control. Dus jij kan zeggen, ik ga niet zitten wegkwijnen in de storm, maar ik verander mijn wonden in wijsheid. Vers 25. Heb je je Bijbel nog steeds open? We gaan verder. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen, een spook! En schreeuwde het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan. Blijf kalm, ik ben het. Wees niet bang. Je hebt deze discipelen en ze zijn overweldigd door angst. Hun boot loopt vol. Elke keer komt er meer water in de boot en ze zijn in levensangst. Ze denken, hier komen we nooit uit. Ze zijn vergeten dat Jezus er is en dat hij heeft gezegd, ik zul jullie treffen aan de overkant. Ze zijn in deze situatie en vervolgens zien ze in de verte een gedaante. En ze herkennen hem niet. Waarom? Ze kennen Jezus van de bergtop, maar ze kennen Jezus niet als de God
van de storm. Maar wie kwam er in een donkerste uur? Het was Jezus. Wie komt er in jouw donkerste uur? Het is Jezus. En hij komt aanlopen in stijl. Jezus loopt op het water. Kunt je voorstellen, je hebt deze golven op dat meer. En Jezus stapt er overheen. Weet je wel, Heilige Geest swagger. Hij domineert. Hij is erboven. Hij is boven jouw storm. Hij is groter dan welke storm of macht ook tegen jou, die tegen jou opstaat. En hij is hier om jou te redden. Met de golven onder zijn voeten. En de natuurlijke ventilator van de wind in zijn haren. Weet je al, het mooiste mannelijke model wat ooit heeft gewandeld op deze aarde. Had een goede fotoshoot geweest, of niet? Hij loopt daar op deze storm en het eerste wat hij zegt. Vat moed. Ik ben. Wees niet bang. Vat moed. Ik ben. Wees niet bang. Hij openbaart zichzelf hier als Yahweh. En Yahweh betekent ik ben. Hij zegt, ik ben niet de God die was met jou op de bergtop. Jezus openbaart zichzelf niet als de God die zegt, ik zal met jou zijn op het moment dat je aan de overkant bent. Maar Jezus zegt, ik ben met jou in de storm. Ik ben hier nu. Ik ben jouw redder. Ik ben jouw heler. Ik ben jouw bevrijder. Ik ben jouw maker. Ik ben met jou. En je zal het maken door de storm. Ik wil vragen snel aan de band om naar voren te komen, zodat we langzaamaan kunnen afronden. Terwijl ik doorlees in vers 28. Petrus antwoordde. Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit. Heer, red mij. Meteen strekte Jezus zijn hand uit en hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Petrus was zo bang. Het vorige moment zat hij nog bij Johannes op schoot. Oh, we gaan dood. En nu ziet hij Jezus en alles verandert. Petrus, die het vorige moment zo bang was, zegt nu Jezus, als u het bent, laat me dan komen uit de boot en stappen op het water. De omstandigheden waren niet veranderd. Het is niet dat hier de storm is gaan liggen en dat hij dan uit de boot stapt. Maar terwijl deze storm daar is en die boot vol is, gaat hij op het randje zitten en stapt hij uit de boot. Zijn omstandigheden zijn niet veranderd, maar zijn focus is veranderd. Oh, ik hoop dat iemand dit pakt vanochtend. Als hij kijkt naar Jezus, is hij boven de omstandigheden. Maar op het moment dat hij zijn focus verandert van de maker van de wind en de golven naar de wind en de golven zelf, dan begint hij te zinken. En dat leidt me naar het laatste punt van vandaag. Schrijf dit op. Kijken naar de omstandigheden verandert niets. Jouw focus, je aandacht richten op Jezus, verandert alles. Je kan je storm niet kiezen, kom en zie. Maar jij kan je respons kiezen in de storm. Je kan je storm niet kiezen, maar je kan je redder kiezen in de storm. De storm is echt en ik ben hier vandaag niet om de storm minder te maken, maar ik ben hier om Jezus groter te maken. Je hoeft niet te kijken naar de berg, maar naar degene die de bergen beweegt en zijn naam is Jezus. En jouw storm is groot en je voelt je overweldigd, maar bottom line komt het hierop neer. Zorgen maken verandert niets. Maar jouw aandacht richten op Jezus vanochtend, het verandert alles. Heb je wel eens deze grote tornado's gezien? Dat je midden in die tornado bent. Maar midden in die tornado heb je één punt en daar is het helemaal stil. Dat is waar Jezus is. En dat is waar jij kan zijn in de storm. Jouw respons is jouw keuze. Jouw respons in de storm is jouw verantwoordelijkheid. En jouw respons verandert alles. Waar focus jij je op vanochtend? Ik ging zeevissen met mijn vader. Ik was helemaal ziek. En weet je wat hij zei? Ga op het dek liggen en kijk naar de horizon. Kijk naar dat verste stipje. Als alles beweegt en alles verandert en alles schudt,
richt je op het enige wat constant is. En dat is Jezus. Het gaat niet om de grootte van je geloof, maar het gaat om het object van jouw geloof. Focus je op Jezus. De storm hoeft je niet te laten zinken. Als jij je ogen afhaalt van Jezus, dan begin je te zinken. En sommigen hier, ik geloof dat ik dit moet zeggen, dit is voor iemand vandaag. Je zit in een storm. Je zit in deze situatie en je weet dat God je roept om uit de boot te stappen in de storm. En op water te wandelen, om deze stap te nemen. Petrus zei, Jezus, niemand heeft ooit op het water gelopen. En ik geloof dat Jezus zoiets teruggezegd zou hebben als, dat klopt Petrus, niemand heeft ooit op water gelopen. Maar jij kan de eerste zijn als jouw oog en jouw focus is op mij. Ik weet dat het water vloeibaar is, maar mijn woord is vast. En als ik zeg ga, ga. En als ik zeg wandel, wandel. En als ik zeg stap uit, stap uit. Ik heb nog nooit gefaald en ik zal niet starten met jou. Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. Hoor je wat ik lees vanochtend? Pas op het moment dat ze in de boot stappen, begint de wind te liggen. Pas dan is de storm over. En weet je wat de andere leerlingen zeggen? U bent werkelijk Gods zoon. En dan vervolgens staat er, toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Gennesaret. Zie je wel, happy end. Ze komen aan de overkant. Maar dit zijn dezelfde discipelen die met Jezus waren op de bergtop. Waar iedereen te eten kreeg. Waar wonderen plaatsvonden. En hier staat in de Bijbel dat ze zeggen, u bent werkelijk Gods zoon. Dat betekent dat ze nu pas achterkwamen wie Jezus werkelijk was. Ze hebben de grootste openbaring van wie Jezus is, niet op de bergtop, maar in de storm. Het grootste doel is niet alleen om door de storm heen te gaan, maar om iets uit de storm te halen. Jij kan Jezus ontmoeten en een nieuwe dimensie krijgen van hoe groot en hoe goed Jezus is in de storm. De storm hoeft je niet te kwellen, maar de storm kan je rijker maken. De storm zal je vormen. Hoe dan ook. We zullen in de storm komen en de storm zal ons veranderen. De enige vraag is hoe. We worden bitter of beter. Gesloten of open. Onverschillig of meer bewust. Worden passief of actief. Het wordt onze ondergang of het wordt onze opgang. Het wordt onze breakdown of het wordt onze breakthrough. Jouw respons maakt het verschil.